Dag beste kijkers, hier zijn we weer met de eerste uitzending van het nieuwe tv-seizoen. De vakanties zijn weer achter de rug en we hebben eens gekeken wat er de afgelopen weken gebeurd is in Oosterwijk. Af en toe was het wat slechter weer, maar als de zon scheen, dan liepen de terrassen heel snel weer vol. Het was genieten in de zon op het terras. En dat Oosterwijk goede terrassen heeft, bleek bij de landelijke verkiezing van de top 100 van beste terras van Nederland. Nadat vorig jaar Boshuis Hermitage de eerste prijs won, kwamen nu twee andere terrassen goed uit de bus. Het terras van de Zwaan werd het beste terras met een 13e plek. En ook de Lieve Lente kwam in de top 20 met een 16e plaats. Dat niet iedereen het terras verkoos, blijkt uit deze beelden. Fietsen of gezellig een balletje slaan, dan wel ravotten op het speelkussen, dat kon ook. Maar het weer was deze keer ook vaak een spelbreker. Daar profiteerde natuurlijk de natuur van. En ook de reisbureaus, want die zaten onmiddellijk vol met zonzoekers. Maar er gebeurde meer in Oosterwijk. Nadat de bezwaren waren verworpen, is Raza Senang helemaal tegen de grond gegaan en hier zullen nieuwe huizen worden gebouwd. Ook het bekende café Het Oude Nest, met enkele naastgelegen woningen, ging over in andere handen. Het café wordt een restaurant. De woningen worden opgeknapt en staan te koop en de feestzaal wordt omgebouwd tot 4 starterswoningen. In het voormalige pand van Nagel gaat het bedrijf Roomerman binnenkort kleding en schoenen verkopen. Het ijs van Saranne is voortaan te koop aan de overzijde bij de Vlaaienwinkel. Ook in de winkelpassage kwamen twee andere zaken. Een kapsalon, Brainwash. En ook Rick Light ging van de Hoogstraat naar deze locatie. Boekhandel Oosterwijk verhuisde naar de kop van de Dorpsstraat in het oude postkantoor. Het Lindenplein gaat er ook steeds beter uitzien. Tussen SEC en het gelag is een nieuwe broodjeszaak geopend. Verrukkelijk. Ook de aankleding van het plein is bijna klaar. En er staan 3 grote bakken waar water uit moet borrelen. Waarom dat niet gebeurt, vroegen wij aan wethouder Wagenmakers. We zitten hier op de waterbakken. Wethouder, wat is de stand van zaken? Nou, u spreekt van waterbakken. Ik zou liever van waterbanken spreken. Hier gaat straks water uitlopen over de hele linie. En als het goed is, zal dat één deze dagen gaan gebeuren. En hoe werkt dat systeem dan? Nou, het is dus nogmaals niet zo dat het hier gaat om bakken die vol gaan lopen met water. Er zitten hier leidingen onder. En vanuit die leidingen, door deze gaten, gaat water stromen. Dat loopt dan over de randen van de waterbanken heen. Wordt vervolgens opgevangen en weer teruggepompt. En dat loopt dan van boven naar beneden, want hier staan er 3 achter elkaar. Ja, nou, meestal loopt water van boven naar beneden. En ik hoop dat het ook dus in dit geval zo is. Ik verwacht het overigens wel. Hoe gaat het water? Stroomt dat omhoog of gaat dat er langs aflopen? Het is dus hier geen fontein. Het water komt als het ware opgeborreld uit deze waterbanken. En wordt vervolgens aan de zijkanten ook nog verlicht met LED-verlichting. Gebeurt het ook net tijdens de filmavond? Helaas,
helaas. Ik heb de filmavonden nog niet kunnen bijwonen. Ik heb wel begrepen dat op die avonden deze LED-verlichtingenhal is aangeweest. Dat water komt over enkele dagen. Dat de vakantie ook vervelend kan zijn, bleek uit de bewoners van de Waterhoek. De Terburgweg ligt al weken open en nu tijdens de bouwvakantie kan er ook niemand door terwijl het werk stil ligt. Ook de graafschap van Bokhovenstraat kon net niet worden afgemaakt. We zouden een uitzending kunnen vullen met boze reacties. Wij vroegen de wethouder om een reactie. De Terburgweg die is tijdens de vakantieperiode lag die open. Had dat niet op een andere manier kunnen? De omwonenden hebben nogal veel last van, hebben wij begrepen. Nou, dit project is een van de grootste projecten die we de afgelopen jaren hier in Oostenrijk hebben doorgevoerd. Dat is een heel complexe zaak, omdat je met allerlei factoren te maken hebt. Je hebt te maken met de wegen, je hebt te maken met riolering, je hebt te maken met gasleidingen. Dat moet je heel zorgvuldig gepland gaan uitvoeren. We proberen toch dit soort projecten gefaseerd te doen uitvoeren, zodanig dat de overlast voor de omwonenden zo min mogelijk is. Maar in dit geval is daar niet aan te ontkomen. Maar we hopen in elk geval dat binnenkort de zaak helemaal op orde wordt gebracht. Men is nu, neem ik aan, weer begonnen, want de vakanties zijn weer voorbij. Ja, nou, er is ook een opmerking gemaakt door sommigen. Waarom is de graafschap Bokhovenstraat niet meteen helemaal weer de straat? Maar dat heeft ook weer te maken met die fasering. De graafschap Bokhovenstraat wordt helemaal bestraat op het moment ook dat de graafschap Megestraat helemaal is aangepakt. En dat gaat, als het me niet is, vanaf vandaag, meteen na de bouwvaartvakantie gaat dat gebeuren. En als dat klaar is, dan wordt het weer tot één geheel gemaakt. De overlast van de fietsen rondom het station is ook nog steeds niet opgelost. De vergunningaanvraag om de fietsenstalling uit te breiden is op verzoek van ProRail ingetrokken, wegens te veel bezwaren uit de milieubeweging. ProRail gaat komende tijd met de gemeente op zoek naar mogelijke alternatieven. Jan van der Grink, topspeler van Jeu de Boel, oftewel Pétanque, stopt met wedstrijden. Wij vroegen aan hem waarom. Jan, je bent een goede Pétanque-speler geweest. Waar heb je ooit gespeeld? Ik heb eigenlijk in heel Nederland, in België en in Frankrijk gespeeld. En het liefst speelde ik in Frankrijk. En ik heb in Frankrijk ook gewerkt. En zodoende heb ik natuurlijk de Franse taal een beetje meester geworden. En ik heb ook daar de wereldkampioen ontmoet. En die zijn regelmatig bij ons in Nederland geweest om te spelen. Zowel in het Vogelpark, Interpolis en het Pieplezier te noemen. En de reden dat je nu minder ofwel gaat stoppen, wat is dat? Ja, omdat het niet meer zo goed gaat natuurlijk. Het is op. En ik kan beter stoppen dan als ik toch nog ga liggen vechten en te doen. Om nog te kunnen mee te kunnen. Maar dat gaat niet meer. Het is gewoon over. Jobent Alexandria was ook zeer actief. Allereerst werd op donderdag 7 juli een trommelkliniek gehouden, waarbij de jeugd van Oosterwijk kon komen om het ook eens te proberen. De percussiegroep Jong Taxandria had een avond georganiseerd waarbij iedereen mocht komen. Wat was de bedoeling van die avond? Nou, de bedoeling van die avond was vooral om de jonge kinderen van Oosterwijk bekend te maken met percussiegroep Jong Taxandria. Even te laten zien wat onze leden in een half jaar tijd geleerd hebben. En goed duidelijk te maken aan de Oosterwijkse bevolking dat wij dus een drumopleiding, een tromopleiding verzorgen. Met een landelijk erkend diploma erbij. En dat het eigenlijk totaal gratis gebeurt. Dus wij betalen compleet de opleiding. Alleen ja, het contributiejaar moet natuurlijk wel voldaan worden. En dat is toch wel uitzonderlijk laag. En hoeveel leden heeft de percussiegroep? De percussiegroep die bestaat momenteel uit 10 spelende leden. Nou, en wij zien natuurlijk graag dat minimaal gaat verdubbelen. Hier, het liefst zien wij daar een 40-tal jongeren staan. En wanneer oefenen jullie? Wij repeteren momenteel op de donderdagavond. Iedereen krijgt momenteel een individuele les van Willy van der Steen. En daarnaast wordt er dus opeens gezamenlijke stukken ingestudeerd om ook een keer een uitvoering te kunnen geven. En
kan iedereen komen op donderdag om te kijken? Vanaf 7 jaar is eigenlijk bij ons iedereen welkom. Daarnaast was er op de laatste zondag van juli voor de 40ste keer de jaarmarkt in het centrum van Oosterwijk, georganiseerd door de showband Taxandria. Aan organisator Peter Rozen vroegen wij hoe druk het was geweest. Peter, de jaarmarkt is weer achter de rug. Hoe is het gegaan? Nou, we hebben dit jaar de 40ste jaarmarkt gehad in Oosterwijk, die gelukkig een keer droog verlopen is. Meer dan 40.000, 45.000 bezoekers, schat er toch echt wel op in. Meer dan 400 kramen, plaatsen. En het is allemaal zeer voorspoedig verlopen. En de vrijwilligers van de showband, hoeveel hebben er ongeveer van meegewerkt? Wij hebben een 24 vrijwilligers ingezet. En voorheen zetten wij die in een wagen om prijzen en enveloppen te verkopen. En vanaf vorig jaar hebben wij die mensen echt 100% nodig voor de veiligheid. Dus verkeersregelaars en dat soort zaken. En de jaarmarkt is op zondag. Wanneer beginnen de voorbereidingen? De voorbereidingen beginnen bij ons in januari al. Dan gaan de brieven de deur uit en dan gaan we de eerste kooplui beginnen dan in te schrijven. En dat loopt eigenlijk door tot aan de jaarmarkt zelf. En in het weekend zelf, wanneer beginnen jullie dan? Wij beginnen in het weekend op de zaterdagmorgen rond 8:00 en dan gaan we de straat uitmeten. Zorgen dat alle kramen erop passen. En ja, dan gaan we ongeveer een hele nacht mee door. Want s'nachts gaan we de kramen zetten, zodat s'morgens om 6:00 als eerste kooplui komen meteen de plaats ingenomen kan worden. En zijn er dit jaar nog problemen geweest? Nee, dit jaar is eigenlijk redelijk probleemloos verlopen. Het enige wat we gehad hebben waren een aantal geparkeerde auto's die verwijderd moesten worden. Nou, dat is ja, eigenlijk een nadeel voor de persoon die de auto hebben laten staan, want dat kost gewoon gigantisch veel geld voor die mensen. En volgend jaar weer een nieuwe jaarmarkt? De voorbereidingen starten weer.